Hallo. Aangenaam kennis smaken. Ik ben Kieske, wie ben jij? Valasse. Nou, ga ik hier even. Ik ben observing this siren, Lilith, since the opening of the vault. She appears to be using iridium to enhance her natural phase walking abilities. This naturally leads me to assume some. Hold up. Hey, welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Continue. Verlasse, we hebben vorige keer bij die Ellie's garage iets gedaan. Dus laten we maar eens zien wat we kunnen doen. Dat is level 12 en ik sta level 11. Hè. Dat is level 8. Level 11. Level 8. Dus dan gaan we nu naar level 8. Dus laten we dat eerst maar doen. We kunnen daar nog altijd terugkomen. Dat is gaan we ons veel te moeilijk maken. Dus laten we allemaal naar de missie gaan. Hè. En eerst even zien. Oké, alles zit vol. Dus laten we nu maar eens naar de missie rijden. Hè. Zijn. Dus laten we maar eens zien waar we hier binnen gaan. Oké. Okay. Laten we hier maar eens binnen gaan. Hè. Met deze wapen. Dat zou die allemaal kapot maken, zal ik? Verdomme. Oké. En hier binnen gaan. Hier moeten wij iets doen, ze. Oké. Eerst deze pakken, ze. Look at all that tear. Die zijn heftig. Yes! Papa. Kom maar op. Ik ben gewapend. Maar voor hoe lang? Ik kan die dingen maar gebruiken en dat vind ik wel cool. Uh-oh. Dan komt er die dingen aan. Zo. Dit is de gevangenis dat ik het doe voor. Uh-oh, naar beide is. Motherfucker. Joehoe! Voilà, die beide is. Nou, dan ga ik hier dan nog aan krijgen. Waar was hij? Dat was een dier. Nou, moet ik deze pakken zien. Mindless gun hands. You're looking for a really hot chick with blue tattoos and mystical powers. A siren, specifically one named Lilith. The official reports that she died. Woohoo! Ha ha ha! Potter. That's wind of her. Tell me how you smaller mansions. Out. Die liggen hier. Ik was zeggen, die liggen hier af tussen de patatten. Moet hier niet nog. Als je ineens blijft staan. Yes! Dit is echt een missie voor Krieg. Dat kan hem helemaal op los gaan. Oh nee. Oh yes. Damn. Uh-oh.
Yes! Ik was juist zeggen, pak dan het juiste wapen, hè. Dit is level 10! Waar was ze? All sirens are born with different crazy-ass powers. You cannot, I repeat, cannot win a fight with them in one-on-one combat. Seal it. Contact me immediately. Yes. No. Yes, net die en daar nog. Als ik die kan vinden tenminste. Oh, hier beneden. Waarom gingen we het juist gemakkelijk moeilijk doen als het ook gemakkelijker kan? Maar ja, anders duurt het ook veel langer. Oh nee. Lucky weet dat ze de patat. Yes. Your face from my fingernails. Dan gaan we hier binnen, hè. En dan naar daar. Hallo, ben hier. We zien dat de andere wapen nog vol zit. Voilà. Het is toch een zalig wapen deze. Uh-oh. Maar deze niet. Ik zal nog taxi bij dansen. Filter uit, nee. Oh! Oef! Man, ik dacht dat ze de patat al ging liggen. Yes! Daar nog een. Waar was ze? Ik hoor zijn, ik raak hem niet, maar ik raak hem precies wel. Chips, dat wapen is op. Allee, de kogels is op. Yes! Valasse! Zo gemakkelijk gaat dat dansen. Nu nee, gaan we die en daar aanpakken, hè. Is die en daar nog? Ah, yes! Hey, niet meer zoveel, hè. Allee, niet meer zoveel, heb ik gezegd. Dat is dat dan als ik zeg, yes. Oh, je baas komt eraan. Heb ik een voorgevoel. Maar ik hoor weer zo'n tuut van de gevangenis. Ik denk net op dat is. Hallo, aangenaam kennismaking. Ik ben Kikke, wie ben jij? Valasse. Nou, ik hier even. I've been observing the siren Lilith since the opening of the vault. She appears to be using iridium to enhance her natural phase walking abilities. This naturally leads me to assume some unspoken connection between sirens, iridium, and the vault. I have determined two additional things. Firstly, that she finds it irritating when others pluck out strands of her hair under the guise of needing them for scientific experimentation. And secondly, that they taste like olives with the fried pickles. Uh-oh. Hier staat hier weer in vuur en vlam, hè. Uh-oh. Ik sta nog in vuur en vlam. Met de vlam in de pijp. Letterlijk en figuurlijk. Yes. Valasse. Monte, tju. Zeg ja, daar vind ik ook 4 minuten stangen. Van mozele kloon. Yay, level 12. Ik wou juist te zeggen, we zijn bijna in level 12, maar ik wou dat zeggen, maar toen zaten we erin. Joehoe! Net hier dan nog ergens, hè. Er zijn er nog, hè.
Hallo. Voilà. Er is er ergens. Oh, hoor. Ik zag hem niet. En daar nog een. Ga jij tegen mij doen, hè? Ga dat tegen mij doen? Een nozel. Zo lang, hè? Voilà. Uh-oh. Shit. Damn, daar zit ik er wel aan. Ik zit veel te ver van die mannetjes af. Ik blijf schieten. Ah! Damn. Dat had ik wel gedacht. Oké, we waren voor de juiste eraan gegaan. Dus laten we maar verder gaan, hè. Hallo. We hebben gewoon die wapens. Ja, ik gebruik die kliet te slagen, ze biedt was. Oh, fuck. Bij dat kogel. Ah, doe het. Yes. Ik dacht dat niet ging lukken met die trap. Maar die trap is redelijk stijl. Ja. Hij komt. De lieve goede Sint. Mijn beste vriend. Mijn beste vriend. Het vriend van ieder. Ah ja, ik kom dichter en dichter naar jou. Waar ben je, Ari? Oeps, dat is hem nu. Dat is hier een badass daar. Ergens. Daar is hem zo. Ah, damn. Uh-oh. Ik zet er aan. Ha, dat was het drinken. Domme, hè. Domme, 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 domme. Had hem bijna. Hyperion would like to take this opportunity to say cha-ching. Dan pak ik deze wel. Somebody delivered a feast! Ik had hem dus bijna en dat vind ik cool. I'm starving. Ha. Nu heb ik je. Ah, verdomme, hè. Kom hier. You woke the wrong dog. Mondertje. Oh ja, en since you shiver brains evidently don't know how to listen, I'll say it again. Even wachten, G. Ik wil eerst dat wapen hebben, maar. Dat is een blauw, dat doe ik niet weg. Dat groen. Dat wit wapen, dat doe ik weg. Stop bringing in fake sirens. Only six sirens. Maar hoe kan ik het in vol zitten? Ah, maar wacht eens even. Dit is hem ook nog, dus deze. Wacht, ik kan. Exist in the universe at any given time, and I already know of three. If you're not gonna convince me, you happen to find one of the remaining three just by drawing blue tattoos on some random chick's corpse. Well, I will admit it was wildly amusing the first dozen times you idiots tried it, but now my office smells like blood and marker fumes. So quit it. Dan zou ik aan denken, ik moet die wapen meepakken of laat ik het liggen. Dat is een groene, ik laat het liggen. Want die groene wapens die vinden wij altijd. En dat wit laat ik ook liggen. En dan gaan we internen. Eerst gaan we de deur hier openen. Okay. Dan gaan we nog even alles hier van de wit dingetjes gespeten, behalve die bazooka en zo. Dat groen ook. Dan doen we even deze. En dan pakken we. Goed. Voilà. Dan gaan we Sabit ook even. Als we in Change Ready zijn en we hebben ingeturnd, dan gaan we ons wapens. Dus, onze rugzak van ons wapens dus sorteren. Want we hebben daar een hele hoop rommel in zitten die er niet in moet zitten.
Misschien moeten we dat eens internussen. Ja, pak deze maar. Oké. Nu gaan we eerst even naar onze winkel. Ah, oké. Dus hier gaan we ons... Dat is allemaal verkopen. Level 12. Level 8. We moeten wel groene wapens houden voor... tegen de monsters, tegen die dingen, tegen die robots. Want we gaan binnenkort ook nog robots tegenkomen. Level 10. Level 8. Level 5, dat mag weg. Level 3 mag weg. Deze niet. Level 2. Level 8. Dat mag nog blijven. Die blauwe ook. Die groene ook. Deze ook allemaal weg. Want we hebben een goed schild. I always buy guns you don't need. Oké, dan gaan we eerst even ons ding eens doen, hè. Too many icons. 10 plus en dat is 3% en dat is 0,5 seconden. Dan pakken we dit. Voilà. Gaan we eerst die Sam-missies nog aanpakken. En dan sluiten we hem af. Die is boven te doen, denk ik. Hey, I got a job for you. So I kind of inspired a cult? And not the fun ask you for autographs kind. I need you to infiltrate the Children of the Firehawk and find out if they're planning anything shady. I'd do it myself, but I'm kind of worried they'd freak out if they saw their god in person. Go talk to the cult's leader, Incinerator Clayton. Okay. Dat jullie er van genoten hebben, laat dan vast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zie ik tot in de volgende Schiet of Horror Game. Dag!